Ik ben Sarah Leclerc, ik kom uit Haarlem, ik ben 18 jaar oud en ik speel piano. Ik heb twee stukken uitgekozen. Het eerste stuk is van Saint-Saëns, Allegro Appassionato. En het is eigenlijk een heel onbekend stuk, bijna niemand kent het. De oorspronkelijke Allegro Appassionato kent men van de cello- en pianoversie. Maar dit is echt een apart stuk, Allegro Appassionato. Eigenlijk voor piano en orkest, maar ook voor solo piano. En mijn docent heeft me dit aangeraden. En ik vond het ontzettend gaaf, een ontzettend gaaf stuk. En ik dacht, dat moet ik spelen en dat wil ik iedereen laten horen. En als tweede speel ik ook nog een étude tableau van Rachmaninoff in G klein, een langzame étude. Dat vind ik een ontzettend mooi stuk door de gevoeligheid. Het is geïnspireerd op de natuur en dat hoor je er ook goed in terug. Dus ik vond het een hele mooie combinatie. Het zijn twee hele verschillende stukken, maar samen vormen ze wel een mooi geheel. Omdat het eerste stuk zo onbekend is en ik er echt wel, het is een heel vrij stuk, dus je kunt er heel veel kanten mee op en je kan er ook heel veel eigen creativiteit in kwijt. Dat vind ik er heel mooi aan. En Rachmaninoff heb ik vooral wel gekozen door de lyriek, door de mooie lijnen die erin zitten. Het is bijna magisch soms. Het eerste is een afbeelding van een rode zon met een beetje abstract soort bergen. Of sommigen zien er water in, het is maar net hoe je het ziet. En dat vond ik heel erg bij Saint-Saëns wel passen. Omdat ik bij het stuk ook wel een zon voor me zie. Maar geen stralende gele zon, maar echt wel een rode zon. Door toch ook wel de diepte die in het stuk zit. En de emotie. En ik vond dat een heel mooi beeld wat het stuk echt goed omschrijft. En als tweede voor Rachmaninoff heb ik een kleiwerkje meegenomen. En dat heb ik ooit op de basisschool gemaakt. En dat is een beeldje van een blaadje. En dat verwijst eigenlijk naar de herfst waar het stuk van Rachmaninoff over gaat. Hij heeft het stuk ter inspiratie op een gedicht over de herfst geschreven. Er komt heel veel natuur ook wel in het stuk voor. Dus daar vond ik dat blaadje een mooi symbool bij. Ja, een hele bijzondere ervaring. De akoestiek is heel mooi. Het is een prachtige vleugel. Fazioli, daar speel ik ook niet elke dag op. Dus het is ook heel bijzonder om dat eens zo te mogen ervaren. Camera's om je heen. Het is natuurlijk een heel mooi alternatief voor het publiek. Voor een optreden in een grote zaal met publiek. Dus ik vind het heel mooi dat ik hier heb mogen spelen en dit heb mogen ervaren.